Tijdens rustige zomernachten kunnen we soms getuigen zijn van een prachtig mooi schouwspel hoog boven ons hoofd. Dat zijn de lichtende nachtwolken. Deze wolken geven niet zelf licht, maar weerkaatsen het laatste beetje zonlicht. Lichtende nachtwolken, of in het Engels noctilucent clouds, komen hoog in de atmosfeer voor. Eigenlijk in de mesosfeer, op zo'n 80 kilometer hoogte, bij temperaturen tussen de min 100 en min 120 graden. Ze bestaan uit kleine ijskristalletjes die zich vormen op microscopisch kleine deeltjes. Deze kleine stofdeeltjes die zijn vooral afkomstig van meteorieten die in de atmosfeer zijn verbrand. Maar ook vulkaanas dat hoog in de atmosfeer is gekomen, kan een reden zijn voor dit stof. En als er nu voldoende waterdamp aanwezig is, dan kunnen er kleine ijskristalletjes ontstaan. In de zomermaanden, als de zon net onder de horizon staat, kunnen de zonnestralen nog op de ijsdeeltjes van de wolken vallen. En dan krijg je dat mooie blauwachtige, zilverachtige licht. Rond de langste dag, een paar weken ervoor, een paar weken daarna, zijn de omstandigheden en de positie van de zon het meest ideaal. Soms zijn er prachtige ribbelstructuren waarneembaar in de wolken. Die ontstaan door atmosferische golven. Dit zijn golven die kunnen worden veroorzaakt door verschillende fenomenen, zoals winden die over gebergte waaien, weersystemen of temperatuurverschillen. De atmosferische golven kunnen zich helemaal voortplanten tot de mesosfeer. En daar botsen ze feitelijk tegen de laag met de wolken, die daardoor de geribbelde structuur krijgen. Lichtende nachtwolken zijn een adembenemend schouwspel. En je ziet het niet vaak. Bedenk dus dat als je het ziet, je feitelijk naar een delicate dans kijkt van ijskristallen, van stof, van zonnestralen en atmosferische golven. En dat alles bij elkaar levert een fantastisch schouwspel op.